In deze clip gaan we een Android tablet koppelen aan de wifi van onze EOS 6D. Dat doen we als volgt. We gaan naar instelling van het tablet. We zeggen daar, nou, wifi ga maar aan. We zien dan verschijnen de EOS 6D. We hebben dus ingesteld op de camera dat die als hotspot moet dienen. Met zijn eigen naam en beveiliging. Nou, we zien nu dat we verbonden zijn. Op het moment dat dat zo is, kunnen we naar een app die heet EOS Remote. Die moet eventjes opstarten en we zien nu dat we verbonden zijn. Het is een telefoonapp, dus hij staat nu een kwartslagje gedraaid. Maar in die opties, en dat is nu even voor de video, zien we Remote Shooting. En op het moment dat we daarop tikken, zien we dat de camera in Live View gaat. En dat we het live view beeld op ons tablet zien. Het mooie is dat we nu heel eenvoudig een scherpstelpunt kunnen kiezen bijvoorbeeld. We willen het middelste smurfje scherpstellen. We tikken op het scherm. We houden deze knop even ingedrukt. En de camera stelt scherp. Willen we de foto nemen? Druk op de ontspanner en hij maakt de foto. Willen we instellingen veranderen? Dan is dat helemaal niet moeilijk. We tikken hier op dit icoontje en we zien hier dat we het diafragma kunnen veranderen. Of de ISO. Of de belichtingscompensatie. En willen we de belichtingscompensatie ietsje hoger zetten, omdat het object wat lichter moet zijn. Geen probleem. We zetten hem op een derde stopje hoger. Zo. We zeggen oké. Okay. We stellen scherp op een ander onderwerp. In dit geval Gargamel op de achtergrond. Dus even ingedrukt houden. Contrast autofocus. Het duurt even. Maar hij heeft hem gevonden. En we nemen de foto. Het mooie is ook dat je die foto's ook kunt terugzien. Hieronder zie je een icoon waarin de foto wordt weergegeven. En wanneer je nu op een fotootje klikt, ja, kun je zien hoe de foto genomen is. Dit is de foto Gargamel scherp. En zo is de hoofdsmurf scherp. En ja, dit kun je dus ook in het veld. Dat hoeft dus niet in een lokaal netwerk te zijn. Dit kan overal. Prachtig iets. Kan ook met je telefoon. Zolang die maar over wifi beschikt, dan kun je hem dus koppelen aan je EOS 6D. Prachtige functionaliteit. Maakt de hoekzoeker overbodig, maakt de afstandsbediening overbodig. Kost wel wat batterijen, let daarop, maar voor de verre rest prima functionaliteit.